Welkom bij deze bijzondere uitzending. Bijzonder omdat we vandaag onder aanvoering van NOC, NSF en More to Win een bijzondere stap gaan zetten in de wereld van duurzaamheid en sport. En ik zit vandaag aan tafel met Maurits Hendricks, technisch directeur van Team NL. Welkom. En met Tim van Doren, oprichter van More to Win. Welkom. En een lege stoel. Daarover straks meer. Spannend. Ja. Maar hij blijft nog even leeg, Maurits. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat gaan we vandaag lanceren? Ja, ik denk dat heel veel mensen weten dat een Olympisch team en een Paralympisch team geleid wordt door een chef de mission. Dat is wel een begrip in de sportwereld. Zeker. En vandaag is bijzonder omdat we vandaag voor het eerst een chef de émission bekend gaan maken. Spannend, heel dat erg spannend. Zeker, ja. Wat houdt dat precies in, chef de émission? Nou, als je kijkt naar waar de wereld zich bevindt, als je kijkt wat we de laatste jaar met elkaar hebben meegemaakt, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen aan de hand. En een van de dingen die echt wel duidelijk is geworden, dat je naast iets waar wij ons elke dag druk over maken, en dat is het topsportklimaat. En de chef de mission houdt zich bezig met het optimale topsportklimaat, hè, van de Olympische of de Paralympische ploeg, straks ook in Tokio. Maar goed, we hoeven er niet omheen te draaien. Er is natuurlijk een veel grotere klimaatcrisis, als je wil, dan de sport. En het gaat vandaag gaat het echt daarom dat we als sport stil willen staan bij de bijdrage die we kunnen leveren aan een beter klimaat in de wereld. Mochten jullie nou tijdens deze uitzending vragen hebben, wat ik me kan voorstellen, want het is een belangrijk en interessant onderwerp, dan kan je die stellen tijdens de uitzending in de chat. Later op de dag ga je hier antwoord op krijgen. Tim, dan ga ik naar jou. More to Win proberen jullie echt een maatschappelijke impact na te laten door sport. Ja. En jij bent de initiatiefnemer, de bedenker van de titel Chef de Émission. Dat heb je in 2018 al gedaan. Wat is in jouw ogen nou de potentie van sport om echt een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereld? Nou, we zagen inderdaad die ontwikkeling, dat duurzaamheid veel belangrijker werd en dat ook de sportsector daar zijn rol in probeert te vinden. Van hoe kan ik me daar nou in gedragen? Wat is mijn bijdrage aan die duurzamere wereld? En eigenlijk zit die potentie, die is enorm. De sport heeft een enorme potentie om de wereld duurzamer te maken. Maar in onze ogen wordt die nog niet genoeg benut. En vandaag het concept chef de mission, waarin we eigenlijk zeggen van er zijn twee manieren om bij te dragen aan die duurzame wereld. En de ene zit hem heel erg op je footprint. Iedere sector heeft een footprint, ook de sportsector. Die moet je kunnen verlagen. Er zijn gewoon manieren voor om die naar beneden te krijgen. Maar wat sport uniek maakt, is eigenlijk de andere kant, het inspireren tot duurzamer gedrag. De sport heeft een positieve vibe, heeft geen vingertje wat je allemaal niet mag, heeft een manier om misschien wel de halve wereldbevolking te kunnen bereiken, om zich duurzamer te gaan gedragen. En die inspiratiekracht die sport heeft op dit onderwerp, ja, die is volgens mij uniek. En die potentie die is zo groot en die wordt nog veel te weinig benut. Dus je zegt eigenlijk inspireren en reduceren. Ja. Kan je daar een voorbeeld van noemen ook echt? Ja, het is misschien wel mooi om ter illustratie. De sportsector totaal heeft misschien de uitstoot vergelijkbaar met een land als Tsjechië of Spanje qua grootte. Alleen het bereik wat de sport heeft, is misschien wel de halve wereldbevolking die we kunnen bereiken op een manier. Dus mensen kijken naar evenementen, mensen zien de rolmodellen en kunnen zich daarnaar naar refereren en naar gaan gedragen als die zeggen dat ze zich op een betere manier aan de duurzaamheid moeten richten. En een mooi voorbeeld vind ik altijd wel, bij sportevenementen zie je nu wel een trend richting bijvoorbeeld het vegetarisch eten, het veganistisch eten soms op sommige momenten. Evenementen zijn ermee bezig. Dat helpt om een evenement, de footprint van een evenement te verlagen. Dus als je een deel van je catering op vegetarisch in gaat richten, gaat je footprint omlaag. Maar de grote winst is misschien wel veel belangrijker als jij 10% van je bezoekers kunt aanzetten om één keer per week minder vlees te eten. Als dat jou lukt, dan is jouw impact op lange termijn veel groter dan alleen maar die footprint verlagen. Dus reduceren en inspireren tot duurzame gedrag. Dat zijn de twee dingen die sport prachtig in zich heeft. Mooi. Maurits, ben je het met Tim eens? Kan sport nog meer bijdragen? Ja, het is natuurlijk heel fijn om te weten dat dit niet het begin is. Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, dan heeft de sport zich, denk ik, heel nadrukkelijk is ze bewust geworden van het feit dat we ook binnen de sportwereld heel veel kunnen als het gaat om het verduurzamen van de wereld. Er zijn een paar prachtige initiatieven, denk ik, te noemen. Sinds 2018 is er gewerkt aan een routekaart voor verduurzaming van de sport. Nou, dat betekent dat er echt gekeken wordt naar alle sportaccommodaties in Nederland binnen de verenigingen om daar de footprint te reduceren.
Het IOC is ook al een tijd bezig, dragen bij aan het bouwen van de Green Wall in Afrika. Dat betekent dat ze rondom de Olympische Jeugdspelen die in Senegal plaats zullen vinden, meedoen aan een project waar ik geloof iets van 350.000 bomen geplant zullen worden. En tot laatste wil ik ook nog wel even noemen, ook de topsport is natuurlijk echt al wel langer bezig. Watersportverbond heeft een prachtig voorbeeld die binnen het Sailing Innovation Lab al een hele tijd bezig zijn met een partner van Team NL, Missie H2, om een zero emission boot op het water te krijgen, gedreven door H2. Dus dat zijn echt al wel hele mooie voorbeelden. Wat je ziet is dat het ook bij de sporters zelf, dus gewoon bij de atleten binnen Team NL, dat hun maatschappelijke rol steeds nadrukkelijker in hun leven deel uitmaakt. Tim heeft het net over wat je kan doen als je kijkt naar je voeding. Maar er zijn echt ook al een heleboel sporters die actief worden als het gaat om het thema verduurzaming. Wordt de sport en Team NL ook echt geraakt door die klimaatverandering? Ja, ik denk het wel. Dat zijn hele. We hoeven niet zo heel lang terug te gaan. Kijk bijvoorbeeld naar Rio, de Spelen van Rio. Daar hadden onze zeilers echt te maken met een verschrikkelijke vervuiling van het water. Mensen zullen die beelden nog wel herkennen. Dat is dat, dan heb je er echt heel fysiek meteen mee te maken. Dus ja, zeker als je natuurlijk op meerdere plekken in de wereld komt, ja, dan word je ook echt geconfronteerd met de harde fysieke eigenschappen van wat het klimaat met de planeet doet. Tim, ik hoor jou knikken. Je bent het met hem eens? Ja, in Rio zag je duidelijk, maar ook bij de Spelen nu in Tokio zie je bijvoorbeeld de marathon wordt 800 kilometer ten noorden verplaatst vanwege de hitte. Is gewoon niet uit te voeren in de stad Tokio zelf. Dus de voorbeelden die zijn er en die worden er steeds meer. En de sport wordt vaak nog gezien als een onderdeel van het probleem. We dragen bij aan het klimaatprobleem op een manier, net als iedere sector. Maar sport moet juist meer gezien worden als een deel van de oplossing. En volgens mij moeten we die rol veel meer gaan pakken als sportsector en onze verantwoordelijkheid daarin nemen. En de aanstelling van de chef de mission was daar volgens mij een hele mooie eerste stap in. Ja, dat is het zeker. En jij zegt het, aanstelling van chef de mission. Ik denk dat het hoogste tijd is om ook bekend te maken wie dat dan ook gaat worden. Maurits, daarvoor wil ik jou graag het woord geven. Ja, dankjewel. Ja goed, u heeft het gezien. De stoel rechts naast mij is leeg. En die willen we heel graag gaan vullen. Dus ik ben heel erg blij en ook heel trots dat ik u uit mag nodigen om te kijken naar de bekendmaking van de eerste chef de mission van Team NL. Marceline Bos de Koning, Hi. Je bent 's werelds eerste chef de mission. Ja, ja. Je ziet er trots uit. Ja, nou, ik mag weer zo'n oranje shirt aantrekken en ik zit weer op een thuisplek. Papendal is natuurlijk iets waar ik altijd vroeger geweest ben. En de sport gaat nooit uit een sporthart. Dus ik voel me echt wel heel goed op deze plek. Ja, mooi. Kan jij in je eigen woorden vertellen wat chef de mission voor jou gaat inhouden? Het zal nog moeten blijken, aangezien ik natuurlijk de eerste ben. Maar het is in ieder geval een aanjagersrol om meer verduurzaming in de sport te krijgen. En ik weet toen ik zeilde en veel op het water was, dat ik daar al best wel druk over maakte. Omdat, je ziet toevallig een beeld achter je met heel veel plastic in de zee. Ik maakte me daar al druk over. En zeker de Spelen in Beijing hadden echt wel last van vuil water. Nou, ik hoorde net het verhaal over Rio. Je bent continu met de natuur bezig. En je ziet gewoon dat het slechter en slechter en slechter wordt. En wij zijn nog maar zo'n klein deel op deze wereld en we kunnen het al zo goed vervuilen. Ja, dat kan gewoon niet. Dus mijn rol is om het bespreekbaar te maken, om het te laten zien, om het aan te jagen en om ervoor te zorgen dat de initiatieven die er al zijn, bij elkaar te halen en dat we van elkaar kunnen leren. En dat allemaal bij elkaar halen. Dus het is de duurzaamheidsagenda een podium geven. En ik ben blij dat ik dat mag doen. Ja, heel goed. Ik hoor al aan je antwoord dat het echt vanuit je hart komt. Hè? Deze rol past op die manier erg goed bij jou. Kan je nog verder uitleggen waarom deze rol jou past?
kwaliteiten van jezelf? Oh. Ja, ik bedoel, het is niet zomaar iets. Ja, nou ja, ik ben een aanjager. Maar ja, ik ben sinds 2012, dat was mijn laatste Olympische Spelen in Londen, ben ik al vrij druk met duurzaamheid. Ik heb een rol bij Topsector Water en Maritiem. Dat is om innovaties aan te jagen. En daarin merk je dat technologie wel de wereld gaat redden. Als ze het maar op een goede manier doen. En zeker in de water- en de delta- en maritieme sector zijn ze al heel erg bezig met de verduurzaming. Omdat we als Nederlanders wereldleider zijn. We hebben de positie dat we ook echt kunnen ecologie inclusief kunnen nadenken. En daarnaast ben ik Chief Solar Officer voor SolarSport One. Waarin jongeren gevraagd wordt om technisch na te denken en een duurzame boot te ontwikkelen. Dus daar varen ze op zonne-energie en sinds dit jaar ook op waterstof. Dus zo ben ik eigenlijk al continu bezig met die verduurzaming. Dus vandaar dat ik deze rol heb gekregen. Ja, mooi. Mooi, ja, Maurits. Ja. Het is altijd een beetje gek om dat aan jou dan te vragen. Ja, hè? Je moet enerzijds bescheiden zijn en tegelijk is je cv al fantastisch groot. Ja. Maurits, kan jij er helpen? Waarom is zij nou chef de émission geworden? Nou ja, dat zeg je goed. Marceline is als topsporter kampioen, een winnaar. Drie keer wereldkampioen, Olympische medaille samen met Lopke Berghout. Ja. Dus ja, dat is denk ik het profiel wat je echt zoekt. Iemand die ook die staat van dienst heeft in de topsport. Maar dan ben je er natuurlijk niet. En voor mij zit de geloofwaardigheid van Marceline in het feit dat zij uit zichzelf al veel langer geleden de keuze heeft gemaakt om bezig te zijn met hoe we deze planeet gezonder maken, zal ik maar zeggen. Natuurlijk burgemeester van de Noordzee. Dat is er echt al eentje waarbij... Noemt ze niet, maar zeker. Nee, maar is natuurlijk wel zo. Ja. Nou, dat eindigt deze zomer, hè. Dus hartstikke mooi. Precies een goed moment, denk ik, voor Marceline om dan ook door te stappen en het veel breder te trekken dan alleen water of dan alleen Nederland. Dus dat komt, denk ik, op een prachtige manier bij elkaar. Dus ja... voor ons, we zijn heel blij dat Marceline dit gaat doen. Ja, snap ik heel goed. Wordt zij dan ook echt onderdeel van de ploeg richting Tokio, Team NL? Wordt zij onderdeel? Nou, het is een chef de mission, dat ben je van de ploeg. Hè? Dus ja. Chef de mission is ook gekoppeld aan Team NL. Maar is natuurlijk niet in de geen actieve rol in dat wat het team moet doen. En dat is straks bezig zijn met zijn prestatie. Dus daarvoor hoef je niet naar Tokio. Het is wel zo dat je daar gekoppeld bent aan Team NL. En dat je Team NL dus ook in kan zetten. Juist vanuit het perspectief wat Tim noemde. Hè, dat we ook heel duidelijk die topsport willen gebruiken. Om niet alleen zelf te kijken naar onszelf. Maar ook echt te inspireren. Hè, dus de koppeling naar het team is er zeker. Ja, Tim, wat is de ambitie? Want we hebben het nu over Tokio 2020. Ja. Dat is al vrij snel. Wat is de ambitie richting Parijs 2024? Ja, Parijs is natuurlijk top. Parijs is top omdat iedereen de associatie heeft met Parijs en het klimaatakkoord. Wat daar gesloten is, dat daar alles rondom klimaat en duurzaamheid zit in de stad Parijs. En komt samen met die Spelen over 3 jaar. En je ziet eigenlijk een trend rondom de organisatie van die Spelen. Dat het steeds duurzamer wordt. Maar Parijs heeft zich nog een stap daarbovenop gezet. En wil zich echt de meest klimaatpositieve speler ooit noemen. Echt klimaatpositief betekent dat je zelfs bijdrage levert aan het klimaat in plaats van alleen maar het klimaat verslechtert. En die ambitie die komt heel mooi samen met de stad Parijs en het klimaatakkoord. Dus eigenlijk hebben we gezegd van zo'n chef de mission tot aan Parijs zou eigenlijk daar een bijdrage moeten leveren. We moeten dat niet alleen maar aan het gastland overlaten aan de stad. We zouden daar vanuit Team NL en Nederland ook een bijdrage aan moeten kunnen leveren. Dus richting een klimaatpositieve sportsector toewerken, dat is natuurlijk de ultieme droom. Een sportsector die meer CO2 uit de atmosfeer onttrekt dan daaraan toebrengt. Daar zitten heel veel stapjes in en we moeten vooral ook gewoon beginnen met de dingen die we al goed doen laten zien en beter laten zien en nog meer proberen enthousiasme daarbij te kweken. En ik hoop ook dat andere landen zich hierin gaan herkennen en proberen hierbij aan te sluiten en ook ervoor kiezen om ook een chef de mission aan te stellen en daarin samen op te gaan trekken. Dus dat is natuurlijk een droom die we richting Parijs en LA willen gaan vormgeven. Ja, mooie dromen, mooie plannen. En Marceline, hoe ga je dit realiseren? Wat zijn concrete stappen die je gaat zetten? Ja, het mooie is dat duurzaamheid is altijd zo'n waanzinnig containerbegrip. Waar beginnen we? Waar komen we vandaan? En het mooie is dat er komt een nulmeting na de Olympische Spelen, na de Paralympische Spelen. Dus dan weten we ongeveer waar we staan. Er is een enquête geweest naar de verschillende sportbonden, waarin gevraagd is, oké, hoe ver zijn jullie bezig met duurzaamheid? Wat gebeurt er?
Dus daar zal ik heel veel vandaan kunnen halen. En daarnaast tijdens het Olympic Festival in Scheveningen op 3 augustus... praat ik met heel veel sportbonden tijdens de Duurzaamheidsdag. Leuk. Ja, superleuk. Super fijn ook dat het door mag gaan en dat we met mensen face-to-face kunnen praten. Nou, ik hoop dat ik daar ook heel veel vandaan haal. En nou, zoals ik zei, een aantal bonden zijn al bezig. Een aantal sporters zijn al druk bezig. Dus laten we vooral van elkaar leren. En innovaties uitdelen, kennis uitdelen. En zo stap voor stap naar Parijs gaan werken. Ja, wat maakt nou het aanstellen van zo'n chef de émission anders dan de initiatieven die er al zijn? Ja, ik denk er zijn veel initiatieven, nationaal en internationaal. Waar ik in geloof is dat de focus veel ligt op het reductiestukje. Dus de dingen die je ziet, die ook gedaan worden, zijn goed. Die gaan op het reductie van je eigen footprint. In mijn ogen wordt er nog te weinig nagedacht over de inspiratiekracht van sport. Hoe kunnen we nou die rolmodellen, die sporters, die momenten, dat bereik, dat podium, toch nog beter gebruiken om aan te zetten tot duurzame gedrag. Dus dat maakt het onderscheid volgens mij van een chef de mission heel sterk. En het is ook een actieonderwerp aan het worden. Dus we moeten niet meer zoveel praten, we moeten echt in de actiestand komen. Dan hebben we gewoon geen tijd meer te verliezen. Ja. En met het aanstellen van zo'n persoon, zo'n prominente rol binnen NRC 17NL, moeten we gewoon in de actie komen. Dus. Ja, en het is ook voor de sporters in de ploeg. Want er zijn natuurlijk een heleboel sporters die zelf al bezig zijn. Hè, die dit echt een heel belangrijk thema vinden. Nou, die hebben nu in Marceline een aanspreekpunt. Marceline kan dat ook combineren. Ja, en heel simpel gezegd, zo denken we ook in de topsport. Dat geeft ons gewoon slagkracht. Mm-hmm. Ja. Dat is het zeker. We hebben het al een paar keer gezegd. Er zijn al heel veel sporters die hier hard mee bezig zijn. Maar ook verenigingen en clubs en bonden zetten al een stapje in de juiste richting. Mm-hmm. En daarvan hebben wij ook iemand die daar ook al goed mee bezig is. En dat is Rembert Groenman, algemeen directeur van de Triathlonbond. En die is, als het goed is, bij ons. Zeker. Aanwezig. Welkom Rembert, goed dat je er bent. Dank voor je tijd allereerst. Waarom is duurzaamheid bij jullie in de sport triathlon zo belangrijk? Nou, even los van alle mooie argumenten die natuurlijk al vanochtend al eerder genoemd zijn, is met name voor triathlon duurzaamheid van belang, omdat, dat weten jullie ongetwijfeld, dat triathlon vooral een sport is die buiten plaatsvindt. Hè. Dus we maken heel dankbaar gebruik van de omgeving, van de natuur. Triatleten worden vooral enthousiast van mooie parcoursen die mooi open water kunnen zwemmen in duinen of in de bossen, et cetera. Dus we hebben als triatlon echt heel veel te danken aan de natuur. En het werd zo langzamerhand tijd dat we als triatlonbond en als triatlonsport wat terug gingen doen voor de natuur. We hebben veel aan hun te danken. Ja, kan je zegt het werd tijd. Kan je een voorbeeld noemen van dingen die jullie nu al hebben gedaan in het kader van duurzaamheid? Ja. Nou, dan enige bescheidenheid past ons wel. Niet alleen omdat we natuurlijk niet zo'n hele grote bond zijn. Hè. We zijn de loop der tijd gegroeid naar een middelgrote sportbond. Dus in die mate kunnen we een rol en een bijdrage spelen. We hebben tot nu toe vooral goed nagedacht en dingen opgeschreven. Maar ook wel dingen gedaan. En ik denk dat een van de meest praktische voorbeelden is dat we in 2019, dat jaar voor corona, een mooi pilotproject gedraaid hebben met een triathlon evenement in Zwolle. Waarin we geprobeerd hebben op een groot aantal terreinen zoveel mogelijk het evenement duurzaam te maken. Dan moet je denken aan de deelnemers vooraf stimuleren om dit keer eens met de trein te komen. En niet met de auto, of als ze met de auto komen dan niet in hun eentje te komen, maar zoveel mogelijk met meerdere mensen tegelijkertijd. We zijn gewend om met motoren op het parcours te zijn, hè, om de deelnemers een beetje in de gaten te houden. Nou ja, dat hebben we in dat geval ook vooral met elektrische scooters gedaan. We gebruiken veel materiaal onderweg, gelletjes, bekertjes. En je wil soms niet weten hoe het parcours eruit ziet na afloop van het evenement. Dus we hebben heel bewust met de organisatie en met deelnemers ervoor gezorgd dat we het parcours op zijn minst net zo mooi achterlieten als toen we de wedstrijd gingen beginnen. Dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we het netjes doen, dat we het schoon houden. En dat we op die manier voor een langere tijd mooi gebruik kunnen maken van die prachtige natuur die waar wij als sport veel gebruik van maken. Ja, mooi. Terecht en belangrijk, denk ik. Wat zijn stappen die jullie in de komende jaren nog willen gaan zetten? Heb je daar een beeld van al? Ja, we moeten vooral de bewustwording verder vergroten. He, wij moeten echt heel nauw samen optrekken met onze clubs en met name met onze evenementorganisatoren.
Want daar vinden de vele wedstrijden plaats. Daar komen alle deelnemers. Daar gebeurt het eigenlijk. Dus we moeten ervoor zorgen dat we als overkoepelende organisatie al onze evenementen bewust maken van de rol die zij kunnen spelen op hun schaal. Maar toch, Tim heeft het al een paar keer genoemd, ook triathlon moet hun footprint reduceren. Dat is ook letterlijk wat in onze nieuwe visie staat. Dus dat zal vooral heel veel aandacht gaan krijgen. En vervolgens met die evenementen op zoek gaan naar de meest voor de hand liggende manieren om die footprint te reduceren. Zodat we richting 2024 en Parijs ook als triathlon onze bijdrage leveren. Ja, mooi. Rembert, dank je wel. Goed voorbeeld voor alle andere bonden. Hoop dat er veel gaan volgen zoals jullie. Dank je wel. Rembert Groenman, dank je wel. Algemeen directeur van de Triathlon Bond. Thanks. Graag gedaan. Tim, herkenbaar, ja, denk ik. Hè? Ja, goed. En mooi. Wat vind je ervan? Absoluut. Ja, mooi. Er wordt al vaak genoemd, er zijn al zoveel mooie initiatieven. Dus we hoeven niet vanaf nul te beginnen. En zo'n bond is een prachtig voorbeeld. Er zijn er meerdere. Ja. En wat ik mooi vind te horen is dat het vanuit een bond, vanuit een topsport, misschien wel zelfs doorvloeit naar de verenigingen, naar de samenleving, naar de leden, die allemaal in actie kunnen komen. En dat is natuurlijk de beweging die je op gang wil brengen. En we hopen dat met een aanstelling van de chef de mission dat nog veel meer body gaat krijgen. Dus ja, ik vind het een mooi voorbeeld en andere bonden die daar absoluut in mee kunnen gaan. Marceline, jij ook, hè? Ik zag jou ook blij knikken, ja, en kijken. Ja. Ze zijn op de goede weg. Nou, zeker. Iedereen die ook maar een klein beetje doet, als je al over nadenkt, dan word ik eigenlijk al blij. En als je daarvan iets verder doorgaat, dan... Ik denk ook dat de jeugd het veel meer meekrijgt. Mijn kinderen roepen al best wel vaak, plastic in de natuur. En dan moet ik het ophalen. Ook al zijn we natuurlijk te laat voor school. Dus ze zitten er al heel anders in. En als je erover na kan denken en het kan aanjagen, dan rolt de bal vanzelf verder. En wordt die steeds groter. Ja, goed. Het wordt inderdaad steeds bekender bij kinderen, bij de sporters, clubs, verenigingen, bonden. Maar zo ook partners van NOC-NSF. Partner van NOC-NSF, Missie H2 is er zo één die het echt belangrijk vindt om van ons land bijvoorbeeld waterstofland te maken. En dat trekken zij dusdanig door richting de roeisportverenigingen. Om hen ook te helpen om hun vereniging te verduurzamen. Kijk maar even mee naar de volgende video. Missie H2 gaat natuurlijk over het promoten van alles rondom de energietransitie. En met name gericht op complete reductie van de CO2, wat je met waterstof kunt bereiken. De afgelopen half jaar hebben alle studentenroeiverenigingen uit Nederland zich hiervoor ingezet. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk een plan gaan opstellen hoe wij stapsgewijs in 2030 energie-neutraal kunnen worden als vereniging. Nu met deze opdracht word je eigenlijk geforceerd om na te gaan denken van... Oké, hoe gaan we dat bereiken in 2030? De aanleg van een groen dak, het minder vlees eten op de borrel, het korte douchen, het kritisch kijken naar het verbruik dat we hebben van stroom en hoe we het kunnen terugbrengen. Wij zitten direct aan Beekse Bergen, dus ja, onze plannen sluiten daar eigenlijk op aan. We wilden eigenlijk heel ons dak vol met zonnepanelen, elektrische laadpalen. We hebben dus de Energy Challenge gewonnen, daar zijn we heel blij mee. En het is een check ter waarde van €3500. En daarmee willen we eigenlijk onze zonneboiler of energiezuinige ketel mee bekostigen. Dat is een mooie stap in de juiste richting om dat te kunnen financieren. Ja, Maurits, mooi initiatief. Gaan we dit soort dingen vaker zien? Denk jij? Hoop jij? Nou ja, goed, als het aan ons ligt, zeker. Ik ben heel blij dat ik wat dat betreft het stokje echt overdraag aan Marceline. Marceline kan dat gaan trekken. Het is wel heel goed dat je ziet dat dit... beginnend is, hè? Dat het op verenigingsniveau, op bondsniveau, maar dat ook onze sponsoren en onze partners dit echt een plek geven. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit soort voorbeelden en ook zo'n voorbeeld van een sponsorschap die eigenlijk gecombineerd is, een Missie H2, hè, zitten meerdere bedrijven in, dat is wel echt de route wat ons betreft die we moeten gaan. Marceline, tot slot eigenlijk wil ik van jou heel erg graag weten. Wat staat er nou de komende tijd op jouw agenda als chef de émission? Nou, natuurlijk heel erg de Spelen volgen. Dat is de eerste. Gaan we met z'n allen doen. En jullie thuis ook. Ja. Zeker, heel hard juichen. En inventariseren, kijken wat er is, kijken wat er gaande is. Ik hoop dat de sponsoren ook meewerken. Daar gebeurt ongetwijfeld ook al veel. Kijken of we wat aan de inkoopkant kunnen doen, aan de verpakkingskant. Sowieso, de daken liggen nog niet vol genoeg met zonnepanelen, dus daar kan ongetwijfeld wat meer. Stel dat het waterstof echt gaat rollen, kunnen we daar echt heel veel halen. Er zijn genoeg mogelijkheden. Laten we het vooral in kaart brengen en met heel veel mooie, inspirerende andere mensen gaan praten. En los.
Ja, en los. Het is jou, ja, mensen moeten jou kunnen vinden nu, hè? Jij bent het aanspreekpunt, jij wilt ze helpen eigenlijk. Een oproep naar iedereen daar, dat ze naar jou toe moeten komen en moeten samenwerken. Ja, nou, ik neem gelijk... Ik geef het aan jou. Ja, de linker. Laten we met z'n allen heel hard gaan werken aan de duurzaamheidsagenda van de sport. Het kan, het mag. Iedereen kan eraan meedoen. Ik zit hier, je kan me vinden via het NOC-NSF. 3 augustus tijdens de Olympic Festival loop ik zeker ook rond eigenlijk de laatste paar dagen daar. Laten we van de sport genieten en laten we er een klimaatneutrale en hopelijk een klimaatpositieve sport van maken van alle facetten. Doe er aan mee. Ja, mooi. Mooie woorden, denk ik. Ik denk dat we hiermee kunnen afsluiten. Tim van Doren, onwijs bedankt voor het bedenken van deze mooie titeltjes. De Emission, daar is het allemaal begonnen in 2018. Dank je wel daarvoor en voor je komst natuurlijk hier. Ja. Maurits Hendricks, ook jij bedankt voor het steunen van dit goede initiatief. Heel veel succes richting Tokio. Marceline, jij ook. Geniet ervan de komende maanden en jaren van deze prachtige titel die jij hebt. Dank allen voor jullie komst. Dank jullie voor het kijken. Laten we met z'n allen zorgen voor een duurzamere wereld. Keep up the good spirit, hè? Yes. Dank jullie wel. Dank je wel. Dag.